Wil je nog een keertje weten hoe je nou een politieauto jat? Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 1 oktober en het is momenteel 13 over 8. Ik ga zo meteen naar school toe, wat niet zo op zich niet zo heel erg boeiend is. Maar daarna, ik ben om 10 over 12 uit en daarna ga ik lekker naar Amsterdam toe. Ik moet nog wel even wat doen aan mijn profiel werkstuk. Maar ik heb vanavond dus echt een superleuk feestje in Amsterdam bij mijn mediabureau. En er komen allemaal superleuke YouTubers en ik dacht, nou ja, misschien is het dan wel weer een leuke gelegenheid om een keer een day of my life te doen, iets in die richting. En ja, want ik ga vanavond ook eten met Sophie. Ik heb nog eventjes een livestream voor wat YouTube dingetjes. En dat leek me allemaal best wel leuk om aan jullie te laten zien. Jullie houden altijd van het kijken, meekijken in ander iemands leven. Wat ik zelf ook best wel leuk vind. Maar ja, dat lijkt me dus super leuk om voor jullie te gaan filmen vandaag. Nou ja, dan moet ik nu snel rennen naar school. Ik probeer ondertussen mijn schoenen aan te doen, wat niet zo heel erg praktisch is. Ik sta het eerste uur ook gewoon letterlijk ingedeeld voor twee vakken. Wat super praktisch is voor rekenen, bijles en voor kunst. Die roosjesmakers die kunnen daar volgens mij genoeg van. Maar hey, ik spreek jullie dan zo meteen weer. En dan gaan we lekker naar Amsterdam toe. Hallo, het is momenteel 2:05 en ik ben nu ongeveer een uurtje thuis. En mijn kat die doet raar, man. Maar ja, het is dus nu 2:05 en ik heb om 4:15 heb ik een afspraak om mijn nagels te laten doen. Want die kunnen wel weer een kleurtje gebruiken en wat lenigte, dus dat wordt dan helemaal leuk. Even kan ik mezelf even lekker laten verwennen. Daarna ga ik eventjes een livestream bekijken voor een project waar ik in zit van YouTube, wat super gezellig wordt, denk ik, hoop ik, en een beetje informatief. En daarna ga ik om 7:30, heb ik afgesproken met Sophie, en dan gaan we lekker sushi kalen bij Sumo. Ik had vanmorgen niet helemaal uitgelegd wat er nou precies was, maar er is vanavond Thirsty Thursday op ons mediabureau. En dat is super gezellig, heel leuk feestje, er komen er allemaal bekende YouTubers. Dus dat is denk ik voor jullie ook wel leuk om te zien. En ja, ik ga nu heel eventjes mijn afspraak bevestigen van mijn nagel. Om mijn nagel te laten doen, want het zou een beetje kut zijn als ik daar aankom en niet bevestigd is. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. En dan zie ik jullie zo weer. Oké, update. Het is nu 2:50. En mijn boeking is geannuleerd bij nagelsalon omdat ze vol zaten. En er was een beetje een probleem met de website, dus dat maakt ook niet zoveel uit. Ik krijg een kortingsbon van 10 euro voor het ongemak, dus dat is allemaal prima. En mijn geld wordt ook gewoon teruggestort, dat is helemaal leuk. Ik moet nu wel even kijken wat ik er dan in plaats van ga doen, want is, ja, ik heb geen zin om nu zeg maar tot 5 uur in mijn huis te zitten ofzo. Dus ik ga nog wel even zo meteen naar Amsterdam, denk ik. En dan ga ik even kijken wat ik daar dan ga doen. Dus dan ga ik voor nu eventjes nog even alles afsluiten en bedenken wat ik ga aandoen. En ik nog wat make-up moesmoes smeren, want er zit nog niet genoeg op volgens mij. En dan spreek ik jullie samen. Yo, ik ben hier met een lang persoon en we lopen nu naar Amsterdam. Ik zo erachter. We lopen nu op weg naar Sumo en het is redelijk ongemakkelijk. Maar ja, we gaan lekker verder. We hebben geen idee waar we moeten zijn. En ik denk dat je weer FaceTimen bent. Ik heb wat spannend gekocht. Ik weet niet of je het kan zien. Thanks. Ja, dat klopt. Ja, superleuk. Het gaat allemaal een beetje mis hier. Helemaal een goed verhaal. Maar ja, goed verhaal. Lekker kort, doen we niks mee. Hasta la pasta. Oké, bevalt het? Ja, ik kan hier niet goed mee eten. Ik ben een beetje aan het struggelen. Maar... maakt niet uit. We hebben echt een shitload aan voedsel. En ik weet niet hoe we dit allemaal op hebben gekregen. We zitten in onze tweede ronde en we hebben er nog 3 te gaan. Maar het is weer echt tering mooi. Moet je even kijken. Beetje te nassen? Ja, dat dacht ik al. We zitten lekker aan de gin rand en de bitter lemon. En dat ben ik. Oké, thanks. Dus we zijn bijna klaar. Sophie heeft alleen maar nog gefrituurde banaan. Ik heb een soort van semi-half opgegeten handroll. En er zijn nog iets van 2000 sojabonen die erover zijn. Maar we hebben die 2 rondes gehad en we zitten helemaal vol. Het gaat echt helemaal nergens over. En ja, hoe laat is het trouwens? Iets van 8:30 of zo? Kwart over acht. Ja. Wij gaan dus nu denk ik zometeen stoppen met eten, want dat lijkt me wel het verstandigste. Het is echt heel naar. Maar ja, dan gaan wij zometeen nog ijs kanen of zo. Ja, dat is toch wel een vreemd geur. Laatste stukje sushi opnemen en dan ready to go.
Ja, ik denk dat mensen in de rest ook wat echt. Oké, dus ondertussen zijn we bij Koning Radio. Hier is Sophie. En daar is Simon. En. Oh, sorry. Ik had al een fout hier. Ondertussen ben ik hier bij de helft van Groenvolkplanten. En daar is. Dus het is ondertussen 11:55 en iedereen is echt al bijna lang en breed weg. En ik zit hier nog steeds naast deel 1 van de Monster Family. Monster Family. En het is echt leuk te voelen en iedereen moet echt wel een uur weg zijn. We zitten gewoon lekker aan de gracht. Echt heerlijk, zo een beetje te chillen. En we wachten op Tom, die nog steeds niet klaar is met alles. Hi Lou, wie is dit? Hi Lou. Het is voor felle licht hier aan de kracht. Ja, gezellig hè. Ja, we wachten een beetje op voor alles. Mag je op Kelvin? Ja, die jongen is echt op een wc. Oh. Nou ja, en Gudi is ook even, in plaats van leek hoor, Gudi is ook nog even helemaal buurt of zo. Het is echt één grote boelen hier. Maar het is best gezellig. En we zijn allemaal heel erg moe. Echt bizar moe. Maar het is still going strong. Gewoon op 11 uur. Ja, het is 11:55, maar het boeit allemaal echt geen minuut meer. Nou ja. Oké, nou ja, dus het is nu 10:50 of zo. En het is één grote boel ellende. We zitten lekker buiten, want het is de andere. En er is politie voor de 15 keer of zo. Mooi, wat is dat voor ding? Ja, dus telefoon. We zijn zeg maar aan het proefvloggen. Ja, en wil je nog een keer weten hoe je nou een politieauto had? Dan moet je nu even kijken, we gaan het nu doen. We gaan het allemaal ook ik kan uitleggen. Ik kan het niet garanderen. Okay. Stap 1. Ja? Zorg dat er overlast is. Misleid de politie. Je hebt iemand nodig die zo gek is om de politie ook daadwerkelijk uit te schakelen. We hebben het niet over drugs, maar gewoon goed hard feest. Gewoon naar de grond werken. Ja, nou ja. Dus dat. Dus zoek je nog een leuk netwerk, social influencers, place to be. Ja, het is echt super gezellig. Oké, is het? We staan nu 10:12. Oké, het is 11:50 en ja, ik slaap gezellig met Lies aan het bed. Het is één grote boel ellende. Dit is de grootste YouTube Op het moment dat er dus iemand een aanslag pleegt op deze kamer. Heel pink. Kunnen we even de aandacht trekken naar deze hoek? Kom de Primark. Maar ja, het was dus echt super gezellig vanavond. En we hebben echt goed gelachen. Ik ben kapot. En doe een duimpje omhoog op deze video. Top, hey. Ik spreek jullie later. Hartelijk bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Hasta la vista, ciao.